Yo, dat mensen. Welkom terug bij een nieuwe video. Mijn naam is Jack en vandaag gaan we natuurlijk een nieuwe einddemper erop zetten. In ieder geval de twee dempers worden weggehaald bij deze auto. En zoals je kan zien, we hebben hem hier staan. We hebben ook een mooie open parkeerplaats. Vraag me niet wat die kapotte Dixie daar doet, want ik heb geen idee. Dus, hoe je dit een beetje voor je moet stellen. Ik heb hier een microfoon, zodat je mij kan horen in de auto als ik bepaalde dingen zeg. Maar het gaat natuurlijk om de uitlaat. Dit is de uitlaat, de standaard uitlaat, de 3-tip exhaust. En halverwege hier in het midden, dat kan ik nu wel in beeld laten zien, een foto. Zo ziet dat eruit. Die worden weggehaald, waardoor ja, de toon verandert en waardoor er ook waardoor die wat luider wordt. Maar het gaat er dus om hoe klinkt de uitlaat nu in verhouding met zometeen. Dus ik heb hier een heel klein microfoontje met een clippertje gedaan. Dit laat ik zo naar binnen lopen. Dit zijn rubbers die kunnen indrukken, dus dat zou ongetwijfeld niet heel veel problemen moeten veroorzaken. En hier achterin heb ik mijn microfoon en die klippen we gewoon even hier zo op. Zo, dat vind ik helemaal prima voor nu. Dus ja, toen dacht ik ook bij mezelf van ja, hoe ga ik dit precies filmen? De auto is een beetje vies, maar ja, kijk naar het weer, het is nat. Dus als ik hem nu was en ik moet naar Bunschoten-Spakenburg rijden, is hij weer vies. Dus ik zat zo te bedenken, ik zet jullie hier neer. We hebben hier een mooie container. En ik denk, als ik jullie een stukje lager zet zo. En voilà, jullie staan recht. Dus ja, ik ga gewoon nu een beetje rondrijden en dan kunnen jullie een beetje horen hoe het klinkt. Ik ben natuurlijk ook erg benieuwd. De motor is lekker op temperatuur, hè, jongens. Zoals misschien nieuwe mensen nog niet weten, je moet wachten tot je motor op temperatuur is. Voordat je gas gaat geven. Oké, dus wat ik het als eerste even aan jullie wil laten zien, daarvoor ga ik even de auto draaien. De camera staat daar natuurlijk en ik wil jullie uiteraard wel het beste shotje geven. Zo, deze auto die heeft een limit met een toerental. Dus bij 3500 toeren dan stopt hij gewoon simpelweg met gas geven. Dus we gaan even reffen in stilstaande positie met de andere rem er gewoon op. Ja, hij gaat maar tot 3500 toeren zoals je kan horen. En dan ga ik heel veel stil zijn dat we echt een goed geluidfragment hebben. Nou gaan we gewoon één keer heen en weer rijden. Dus naar voren en naar achter. Op een normale manier. Ga weg, Dixie. Oké. Dus ja, de truc is hoe je het beste uitlaat hoort, is eigenlijk in z'n 3 zetten en zorgen dat die motor echt zijn best doet. Natuurlijk is dat lastig op zo'n kleine parkeerplaats. Oké, ik heb hem nu in z'n 1 staan. Ik ga een beetje rollen. Nou, dat doe ik zo bij jullie wel. Ik ga hem nou even launchen vanuit z'n 1. Niet meteen vol gas, want dat is zonde van de bandenspin. Maar het gaat vooral om de toerental die we bij de 7000 toer moeten halen. Dat is ook onvermijdelijk. Misschien als ik even traction control uitzet, krijgt die bak niet zulke klappen. Oké, wat ik nou ga doen, ik ga hem hier bij jullie neerzetten, want er is een manier om het te omzeilen. Zo. Want als je de auto laat rollen, dan kan je vol gas toeren geven. En geloof me, het gaat niet netjes klinken, want hij is echt heel lelijk, het geluid. Als je stilstaat en dan geeft gas, omdat alleen de motor heel veel lawaai maakt, maar de uitlaat niet. Dus het klinkt een beetje raar, maar ik ga het toch doen voor het fragment. Dus nu ga ik stil zijn en dan gaan we tot 7000 toeren reffen.
voor de rest is het gewoon zonde dat het nat is. Ik heb te weinig grip om echt even een mooi geluid te maken. Oké, jongens, dus ik denk inderdaad dat dit wel even voldoende is. Maar ja, ik heb in principe alle geluidfragmenten gedaan. En ook met de microfoon achter. Dus ik ga nou even mijn beelden terugkijken hoe dat allemaal klonk. Ik ben erg benieuwd. En daarna gaan we naar Bunschoten, Spakenburg. En dan gaan we die dempers eruit halen, want dat moet veel en veel en veel luider. Oké, jongens, dus ik wou toch nog heel even een stukje opnemen. Zo. Terwijl ik op de openbare weg rij. Ik heb misschien hier even een poeletje in z'n drie. Ik heb alleen maar slippende banden, joh. Alleen maar slippende banden. Ik geef nog niet eens heel veel gas. Ik kan er niks meer van maken, jongens. Hij is gewoon heel stil. Ik denk dat dat de geluidsfragmenten worden. Oké, jongens, daar zijn we. We staan hier met de Honda Type R. Ik zie binnen ook al wat leuke auto's staan. Dus ik ga ook vragen of ik misschien binnen mag filmen. Want dan kan ik extra leuke shots maken. En dat vinden we allemaal leuk. Lijkt me ook heel verstandig als ik even mijn auto op slot doe. En kijk, dat vind ik ook zo fijn aan deze auto. Het is gewoon een knop in plaats van dat elektrische. Bijvoorbeeld de Volvo van mijn ouders heeft zo'n vingerding, weet je wel. Alleen als je dan de auto aan het wassen bent, gaat die de hele tijd open en dicht en open en dicht. Super irritant. Dus een knopje. De meeste mensen vinden het lelijk, maar ik vind het juist heel mooi aan de auto. Dus ik ga binnen even melden. Even kijken of we daar mogen filmen. Oké, jongens, we staan hier binnen. We hebben hier een K1 Attack. En het bijzondere design is wel dat alles carbon is. Het stuurtje mag wel vernieuwd worden. En zoals wat je kan verwachten is natuurlijk de uitlaat van het huismerk. In ieder geval de tips. Dus dat is wel heel gaaf. En we hebben hier nog een andere. Ik weet heel veel de naam niet. Als je het wel weet, laat het dan even weten. En wat er wel een bijzonder design is hieraan is eigenlijk dat de radiator, die hebben ze aan de voorkant gedaan. Hier zo, zoals je kan zien. Ze hebben hier ook een dikke vette turbo gedaan. Precies hoe je een turbo wil hebben. Eigenlijk met de heat shield eromheen. En ook de wrap om de uitlaatgedeelte in de motorruimte. Daarnaast hebben we de uitlaat ook via de zijkant lopen. Heel gaaf. En hier echt een spaghetti spreidstuk. Dat ziet er ook echt geweldig uit. Maar omdat hij natuurlijk een turbo heeft en de neus nogal aan de korte kant is, smalle kant in ieder geval, hebben ze dus heel creatief via deze kant de intercooler gemaakt. Dus dat is wel heel gaaf gedaan. Met deze auto is het ook heel vet. Deze 860 kilo met 250 pk. Dat klinkt weinig, maar het pk na gewicht ratio is natuurlijk helemaal geweldig. En wat ze hier ook bijzonder aan hebben gedaan is dat de dempers dus scheef gemonteerd zijn. Dat hebben ze gedaan voor de reden dat de auto dus extreem laag kan zijn. Zorgen dat het licht flikkert, kan ik weinig aan doen. Maar zoals je ziet, de auto komt gewoon letterlijk op heuphoogte. En de achterkant komt tot heuphoogte ook ongeveer. Dus ja, dat is echt heel gaaf. Ja, ik ben wel benieuwd wat voor motor hier precies in ligt. Maar 250 pk. Ja, voor de rest allemaal bandensetjes. We zijn in ieder geval bezig in de showroom. Dus het is gewoon even wachten tot we klaar zijn. Dus dat gaan we ook doen. Oké, jongens. Zoals je kan verwachten, krijgt de lach niet van mijn gezicht af. Hij is precies hoe ik hem wou eigenlijk. Hij is niet te luid. Ja, de motor is een beetje koud, dus ik kan niet te veel gas geven. Maar hij is gewoon lekker. En ik zou je precies uitleggen waarom ik hem lekker wil. Jongens, wat ik bedoel te zeggen is eigenlijk, ik heb die twee middendempers eruit gehaald, want ik wou hem iets sportiever. En
Ik had hem eigenlijk ook de eindtempers weg kunnen halen. Dan was hij veel luider geweest. Maar ik heb dat bewust niet gedaan. En waarom heb ik dat niet gedaan? Omdat ik wil de downpipe gaan vervangen. En als je de downpipe vervangt, wordt die echt heel luid. Zelfs met een standaard uitlaat, als jij de downpipe vervangt, wordt die echt heel luid. En als ik deze uitlaat nu heel luid maak en dan de downpipe ook weghaal, dan wordt die nog zoveel luider, te luid om het zo te zeggen. En dat wou ik gewoon niet. Dus ik heb verstandig gekozen, denk ik wel, in principe. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga even naar huis rijden nu en ik heb hier zin in. Oké, jongens, dus daar zijn we weer. We hebben de auto hier. We staan hier ook weer op de parkeerplaats. Alleen het is hier zo druk nu ineens. Dus ja, in principe, ik moet zeggen, ik ben wel heel erg tevreden. Het klinkt goed en zoals ik zei, het is lekker mild, weet je wel. Het is net sportief genoeg voor de auto die eruit ziet. Zoals je hoort, als we hier stilstaan, ik zal mijn microfoon er even wat dichterbij doen. Hij heeft een hele mooie pruttel, om het zo te zeggen. Ik ga even de camera hier neerzetten en dan aan jullie het geluid vanaf hier laten horen. Dus ja, zoals jullie kunnen horen, het klinkt veel beter. Maar omdat hier zo druk is, kan ik nou niet even hier zomaar gaan reffen en dat soort gekke dingen doen. Dus wat ik ga doen, ik heb hier achterin heb ik ook het gedeelte liggen wat we weg hebben gehaald. Dus ja, hier in deze dempers, daar hebben ze dus een kleine en een grote. Alleen die zorgen er dus voor dat de toon van de uitlaat anders is, om het zo te zeggen. Oké, jongens, ja, ik had even wat mensen hier die me even wilden aanspreken. We vonden het een vette auto en dat heb ik de laatste tijd steeds vaker. Dus dat gaan we ook gewoon regelen. Hartstikke, en dan gaan ze. Dus wat ik ga doen, ik ga even een rondje rijden. Omdat het hier is zo druk en ik wil gewoon echt niemand tot last zijn. En dat heb ik nooit gewild ook. Doei doei. Dus nee, ik heb nooit gewild om iemand tot last te zijn, weet je. En er staan, vanochtend stond er helemaal niemand. Nu staan er 4 auto's. En ja, ik ga ook niet als een maloot tussen die auto's heen rijden en zo. Dus ja, een beetje verantwoordelijkheid, om het zo te zeggen. Dus ik ga de microfoon opnieuw positioneren met mezelf in de auto. En dan gaan we even kijken hoe het klinkt. Ik heb interieurgeluid en exterieurgeluid. Dus ja, ik ga hem monteren. Ik hou deze ook om. En dan gaan we even knallen. Zo, oké, jongens, daar zijn we weer. Ik heb de camera gepositioneerd. En ik wou ook nog heel even zeggen dat ik het juist aanmoedig om mij aan te spreken in het openbaar. Ik vind het altijd leuk om een babbeltje te maken met mensen. En dat meen ik oprecht. Ik bedoel, ik vind het gewoon gaaf. Het is gewoon heel leuk. Dit zijn toevallig mensen die me bewonderen voor mijn auto, om het zo te zeggen. Alleen ja, kom je me ooit tegen in het echt of zo? Kom gewoon lekker even langs. Laten we een leuk babbeltje maken. Ik bedoel, als je mijn kanaal kijkt, hebben we ook een beetje dezelfde interesse. Dus dan kunnen we ook gewoon over hele leuke dingen praten. Ik zou heel even zo. Nou ja, ik kan wel heel even één keer zo doen. Ja, maar je hoort al veel die diepere toon, om het zo te zeggen. Hij is nog wel een beetje aan de stille kant, maar dat vind ik helemaal niet erg. Omdat als die eenmaal die downpipe erop komt, dan, ik bedoel, bij wijze van spreken, wat ik nou doe, om het zo te zeggen, laten we even pakken breed zeggen dat er dus 20-30% geluidsvermogen bij komt. Maar als ik de downpipe weghaal, dan komt er bijna wel 40% geluidsvermogen bij, snap je? Dus ja, als ik nou opeens, laten we zeggen, 80% doe of zo, weet je wel. Door alles, ook mijn einddempers achteruit te halen. En daarna nog de downpipe, ja, dan zit je op 120% of zo. En dat is gewoon meer dan dubbel zo hard en luid, om het zo te zeggen. En dat is gewoon iets wat je niet wil, om het zo te zeggen. Vrienden staan hier rechts. Dus ja, laten we hier even een doeletje doen.
hoort. Nou, er is wel een bepaald toerental waar die dus geluid kwijtraakt, om het zo te zeggen. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Want hij bouwt hem heel mooi af, zoals je nu kan horen. Hoor je? Laag, heel diep. Bijvoorbeeld als ik gewoon laag in de toeren blijf zo. Ik bedoel, je hoort hem eigenlijk bijna niet. Als je gewoon rustig aandoet, om het zo te zeggen. En dat is wel heel chill. Nou, moet toch een beetje een gat laten vallen. Anders gaan we helemaal niks bereiken. Langzaam opbouwen. Vol gas. Een klein beetje gas geven. Vanuit je drie dit keer. Zodat je echt dat kan horen, weet je wel. Dat hij echt dat hij moet opbouwen. Dat is tenminste twee set en is het gewoon meteen niet. Nou ja, dat neemt gewoon een beetje weg van het idee van hoe die klinkt onder druk, om het zo te zeggen. En kijk, stilstaan klinkt die ook gewoon mooi. Gas geeft, dan kan je even de zonder revlimiter horen. Dus ja, ik denk persoonlijk zelf dat het wel heel goed klinkt. Echt waar. Ik weet niet wat het is hoor, maar de laatste tijd, mensen gebruiken geen knipperlicht meer. Volgens mij echt, het voelt echt alsof 30% knipperlicht gebruikt. Oké, jongens, zo. Dus ja, mijn over het algemene experience, het klinkt goed, het klinkt leuk. Ja, ik weet niet. De blow of valve hoor ik ook harder of zo. Dat klinkt natuurlijk wel logisch in principe. Want ja, die dampers die ik eruit heb gehaald, of resonators, dat was het Engelse woord. Die zijn niet als einddampers of zo. Als een katalysator, om het zo te zeggen. Ze zijn niet geblokkeerd. Ze zijn gewoon hol. Het is gewoon een rechte pijp. Maar daaromheen zit dus voering, wat een soort van bepaalde frequenties afremt, om het zo te zeggen. Ja, ik moet je zeggen dat je hoort gewoon de turbo heel veel meer spoelen, om het zo te zeggen. Dus ja, dat is wel heel leuk. En ja, er gaan gewoon hele gave dingen aankomen. En ik denk echt dat deze auto zo dik gaat worden aan het eind van het jaar. Ik kan echt niet wachten tot we zover zijn.
Daarbij wil ik ook zeggen dat ik de video hier ga eindigen. Oh, het begint ook te regenen. Nee! Mijn grootste vijand op de weg. Maar ja, jongens, ik hoop dat je deze video leuk vond. Dikke like, jongens. Ik heb uiteindelijk bij dit bedrijf een hele goede ervaring gehad. Kroek Tuning. In Bunschoten, Spakenburg. Top service. Ik heb gewoon een hele goede ervaring daar gehad. Het was ook heel fijn. Eenmaal toen ik er kwam. Oh, het Civic. Jij komt zeker voor de Civic. Ja, dat klopt. Dit en dat. En uiteindelijk was het ook gewoon van... Oké, nou prima. Hè? Pak lekker een bak koffie. Ik pakte een bak koffie. En 10 minuten later ongeveer zei hij... Oké, je auto staat op de brug. Kom maar even mee. Dus mocht ik even onder mijn auto kijken. Was heel interessant om het ook zo te noemen. En uiteindelijk heb ik dus gezien hoe het er van tevoren uitzag. En daarna, toen het klaar was, riep ik zie je ook om even te kijken van hoe het er daarna uitzag. En daar heb ik ook een foto van. Die laat ik nu even zien. En ja, ik moet zeggen, de lastnaden en zo zijn heel mooi gedaan, om het zo te zeggen. Ik had nog een nieuwsgierigheidsvraag aan hem. Ik zeg van... Hé, maar hoe doen jullie dat eigenlijk? Hè? Want die pijp is rond en de bovenkant zit de auto. Dus hoe pak je dat bochtje aan de bovenkant eigenlijk? Zei hij ook van, onze lastkoppen die kunnen een klein beetje buigen. Dus dan kunnen we er makkelijker bij. Met een spiegeltje, dan kijken we of we het goed doen. Dat is heel interessant eigenlijk wel. En ik voel me best wel goed bij dat bedrijf. Misschien voor de downpipe installatie dat ik daar ook wel terecht ga komen. Ik ben gewoon heel zuinig op deze auto. En ik weet dat ooit op een dag moet de voorbumper eraf. En ik weet dat dat echt, dat is niet links en rechts en onder en boven en los. Nee, want hij zit ook met een soort van clipjes onder de koplampen vast. I don't know. Maar hij moet er ooit vanaf en ik ben zo bang dat mensen schade maken daarmee. Maar ja. Buitenom dat, die moeten dus af voor heel veel dingen eigenlijk. Ook de intercooler vervangen en ook de toeter. Want de toeter is echt... miep, weet je wel, het klinkt echt niet. Maar het klinkt gewoon niet, ga er maar vanuit. En dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen voor deze video. Jongens, mijn naam is Jack. Voor deze video echt gaaf, ik vond hem echt heel leuk. Zou je hem willen liken voor me? Dat laat mij weten dat jullie deze content echt daadwerkelijk leuk vinden. Want ja, als mensen een video kijken en ze klikken weg, heb ik alsnog een view. Maar dan weet ik niet de echte reactie van de mensen. Dus alsjeblieft, like de video. Het helpt sowieso ook met het kanaal groeien. En zover ik weet, wil iedereen dat. Niet alleen ik, maar volgens mij, zover ik het heb gehoord, zijn heel veel mensen positief over de community waar we nu momenteel in zitten. En die vinden het ook gewoon heel leuk om dat zo door te zetten, om het zo te zeggen. Dus ik ben niet de enige daarin en daar ben ik ook heel dankbaar voor. En we gaan hem afronden, jongens. Mijn naam is Jack. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Je mag altijd abonneren hier beneden. Het is volledig gratis en zo blijf je altijd up-to-date. Vooral met het belletje als je meer van mijn content wil zien. Dus jongens, bedankt en ik hoop jullie bij de volgende video te zien. En tot de volgende video! Woe!